Hoe vond je het vandaag, vanmiddag? Ik vond het fantastisch. Ik heb me enorm verheugd. Ik ben sowieso dol op voetbal. Maar als ik gezien heb met hoeveel spelvreugde en sportiviteit hier gevoetbald is. Eigenlijk zou je een soort clip moeten maken van de wedstrijden en de supporters. En dat zou je op moeten sturen naar de KNVB. En dat zouden ze allemaal op moeten sturen naar alle amateurverenigingen. Om te laten zien hoe je het voetbal speelt op een goede manier. Sportief, vriendelijk en toch ook competitief. Want het is ook zo dat ze gewoon allemaal wilden winnen. Ik vond bijna jammer dat ik pas zo laat was. Dat ik alleen de finale gezien heb. Mooi. En wat wil je tegen alle mensen zeggen om volgend jaar ook te komen? Ja, voor al diegenen die nu zitten te kijken en er tijdens deze 10e editie niet bij waren, zou ik zeggen. Ga naar je leiding en zorg dat je inschrijft voor volgend jaar. Want het is echt een fantastisch leuke dag. Je hebt hele goede tegenstanders. En aan het einde heb je ook nog een geweldig leuke prijsuitreiking en een mooie loterij. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker meedoen met dit toernooi. Het Jumbo Kuik Indoor G voetbal toernooi. Georganiseerd door Siel, dat is belangrijk. Samen. Sport is ons leven. Bijna goed. Sport is ons leven. Samen sport is ons leven. Siel. Samen sport is ons leven. Sport is ons leven. Ja, gewoon meedoen. Echt leuk. Hartstikke mooi, dankjewel. Alsjeblieft.